Hallo's Wizards, welkom terug. Ik ben Niels van Meulkruis. Vandaag gaan we terug beginnen aan deel 5 van Harry Potter Room Makeover. We gaan wat decoratieve verlichting hierop zetten en we gaan deze zelf maken. Dat is eigenlijk heel gemakkelijk te maken. Wat heb je eigenlijk nodig? Gewoon zo'n hout hoekje eigenlijk, voor normale planken op te leggen. Dan die verhuisfittings heb je nodig. Gewoon heel simpel een kabel. Je kan zelf gewoon iets van, van een stofzuiger zelf zijn die kapot is of zo. Ik heb het ook zo gedaan. Gewoon afknippen en je taal. Heel kabel eigenlijk. En dan zo'n vintage wankje. Nou gaan we dus aan beginnen, hè. Deze gaan we nu even hier op hangen. En dan langs de andere kant gaan we er ook nog een keer aan hangen. Die briefjes nog op de knippertjes. Een kader eigenlijk hebben, maar deze schakelbord
Die gaan we hier al zetten. Een beetje in het midden. Dat staat al. Dan gaan we nu even mijn doos gaan halen. Zo, dat is het. Dat hier in deze kamer gaat komen. Hier nog zo'n lichtbundel met het embleem van Hogwarts die hier gaat komen. Nog wat dozen van staffen, maar dat ga ik nog zien. Ik ga daar nog iets anders mee doen. Mijn Quidditch setje. Nog een kaartspelletje. Mijn popbeeldjes. Ik zal er binnenkort wel eens een review van maken. Zoals deze ook. Dat ga ik ook nog eigenlijk de list inkaderen. Allemaal. En de rest eigenlijk. Dat is nog niet zo heel veel dat hier gaat komen. Maar dat zijn dan die Lego poppetjes. Ik kan er wel nog een bestelling voor doen. Een display. Dan gaat dat hier komen te staan. Zo, dan gaan we er nog niet. Uitgesteld. Het is nog niet zo heel veel, maar het meeste ligt wel beneden. Er vallen nog meer dingetjes binnenkomen, dus dat wil zeggen dat er meer video's gaan komen. Van reviews, unboxings. Dus zeker abonneren. Ik ben content van mijn werk. Er gaan wel in de toekomst nog wat aanpassingen gebeuren, maar ik denk dat deze kamer toch wel wat zeker 80-90% nu klaar is voor hetgeen dat ik wou hebben. Bedankt om te kijken. Vergeet zeker niet te abonneren om als eerste al mijn video's te kunnen zien. En dan zien we elkaar heel snel terug. En niet vergeten, don't let the muggles get you down. Ciao! Poeh.